Vrij traditionele band, twee gitaren, bas, drums, soms drie gitaren en een koebel. En onze koebelman is zich steeds verder gaan ontwikkelen. Nu speelt hij toetsen en gitaar en alles. Het was eigenlijk vanaf het begin dat ik erbij kwam, ik was van oorsprong eigenlijk een bluesrock gitarist, opgegroeid met Led Zeppelin en Deep Purple en Black Sabbath, Stevie Ray Vaughan. En toen ik bij de staat kwam, toen ik werd daarvoor gevraagd en ze zeiden op een gegeven moment: ja, maar jij wil alleen maar blues spelen. Ik zei: ja, is er wat anders dan? Hoe moet ik dat anders doen? En langzamerhand ben ik eigenlijk gewoon ben ik me gaan ontwikkelen en verdiepen. Ik was altijd bezig met sounds en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat vind ik wel leuk. Dus ik probeerde hem gewoon steeds op een andere manier te denken dan dat ik eigenlijk zou doen. Dat is eigenlijk waar toen ik gedwongen werd om te doen in de bandsetting. Want de band ontwikkelde zich in een bepaalde richting, steeds meer synthesizers en toetsen. En dan van ja, hoe ga ik dit dan oplossen? Is er wel plek voor een gitaar of zo? Dus dat is er gelukkig nog steeds, maar ik ben wel steeds meer verder gaan ontwikkelen daarin. En wat ik dus de laatste tijd vaak hoor is dat mensen, als ze naar een optreden komen, dat ze zeggen: oh, maar jij dus, doet dus al die dingen waarvan ik niet dacht dat het allemaal synthesizers waren. En die rare geluiden, dat ben jij dus. Ik zei: ja, dat probeer ik wel te doen. Bijvoorbeeld is het, ik begin gewoon bijvoorbeeld met de opener van ons nieuwe album, deze januari uitgekomen. Bijvoorbeeld, ik denk als ik dan mensen zou vragen wat is dit, zou denk ik 100% zou zeggen dat het synthesizer is. Maar dit is dus gewoon gitaar. Het is een Boss gitaar synthesizer. Ja. Wat ik meestal doe is, ik speur internet af voor nieuwe dingen die uitkomen en dan kijken of ik daar iets mee kan. Gewoon leuke apparaten. En dan neem ik dat hele apparaat door en dan schrijf ik gewoon allemaal sounds op die ik heel gaaf vind en dan gebruik ik die later. En dit is bijvoorbeeld iets wat oorspronkelijk door de toetsen zou gespeeld worden, maar de toetsenist was er die dag niet en dan speelde ik het. En toen dacht ik van, we kunnen het ook gewoon net zo goed zo houden, want het klinkt gewoon te gek. En wat ook het mooie is van een gitaar ten opzichte van toetsen, die klinken dus altijd hetzelfde. En een gitaar die kan je op vele manieren benden als je... Die klinkt anders over een andere versterker, op een andere gitaar. Dus dat is, er zijn heel veel variabelen, waardoor het is ook veel organischer ofzo. Toetsen zijn heel mechanisch, vind ik dan. En dit is bijvoorbeeld zo'n sound die ik dan bijvoorbeeld... daar voeg ik dan galm aan toe. En voor het extra laag doe ik nog een octaaf erbij. Van de whammy, dus dat het nog zwaarder klinkt, want het moet gewoon meteen indruk maken als het er is, anders is het een beetje... Dus als het meteen dat laag is, dan heb je al meteen het idee van oké, er gaat nu iets komen. En dan komen de bas en de drums erin. Thank you.
al die sounds die je daarachter eigenlijk hoort, bijvoorbeeld dit. Dat doe ik dan. Het is gewoon zeg maar een soort van sfeerding achter de muziek. En je merkt ook als ik het anders aansla, dan klinkt het ook anders. Het is een beetje zo'n soort van, ik noem het altijd een beetje van Nintendo geluiden, Game Boy 8-bit. En dat bouw ik dan met nog een galm bouw ik dat uit. Dat vind ik wel vet als het gewoon, je hebt een galm, die duurt altijd heel lang en die sterft dan ook nog uit. Maar ik vind het gaaf omdat het gewoon in één keer is het af en dan komt er een ander stuk bijvoorbeeld. Hier hoor je. Het is meer een soort van productie. Ja, ik denk meer misschien als een soort van producer dan een echt gitarist. Ik probeer dat gewoon al die kleine dingen in te vullen op een manier dat het liedje gewoon beter wordt. En je merkt het misschien niet, maar onbewust hoor je het wel, dit soort dingen. Dat maakt op een luisteraar wel indruk. Je denkt van ah. Die galm, of die nou langer is of korter is, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik denk onbewust, dat het versterkt gewoon zeg maar de muziek. Gaan we verder naar het couplet. Hier speel ik niks. Hier gebruik ik een fuzzpedaal voor, met een hele die eigenlijk gegate is, wat wil zeggen dat die gewoon echt snel uitsterft. Zin in één keer is die weg. Dat vind ik wel een fijn pedaal, omdat het dan, hij is heel goed beheersbaar en je kunt er dus dit soort korte dingen mee spelen. Want eigenlijk wat het oorspronkelijk zou moeten zijn, was gewoon een... Een soort van funkslagje, maar dat probeer ik dus juist niet te doen. Omdat eigenlijk, ja, omdat iedereen dat doet, zeg maar. Dus je probeert, wat ik probeer is gewoon mijn eigen plek te vinden in dat muzikale landschap. Dus probeer dan dat net iets anders te benaderen dan wat een wat traditionelere gitarist doet. En ik zeg niet dat ik daarmee... beter ben of zo, helemaal niet, maar iedereen doet zijn eigen ding en ik vind altijd de tofste gitaristen zijn eigenlijk diegenen die met een eigen stijl en sound die klinken gewoon zoals zij zelf en niet zoals iemand anders. Dus dat probeer ik te doen en dus eigenlijk al mijn funkslagjes die speel ik gewoon met die Mastertroon en dat is op een gegeven moment ook een soort van sound ding geworden bij de staat. Dat gewoon altijd dat soort partijen zijn. Dus dat soort partijtjes vind ik te gek. Komt eigenlijk een beetje... Ja, waar komt het vandaan? Gedeeltelijk misschien King Crimson, Robert Fripp, die je misschien niet direct hiermee zou associëren, maar het zijn wel dat soort wijd verspreide klanken. Dus dat soort dingen speelt hij dan en dat vind ik altijd heel gaaf, want dat klinkt ook gewoon zoals niemand anders.
En ik probeer dat ook te doen, maar dan op mijn eigen manier en met mijn eigen sound. Dus met een fuzz en dan... De meest standaard ladder die er is. Maar dat klinkt dan niet heel erg bluesy, omdat het gewoon op een andere manier gespeeld is, met een andere sound. Dus het is niet meteen... Dus dan wordt het meteen een heel ander soort ding. Dus het is geen fancy iets, maar gewoon heel simpel, op een simpele manier. Iets anders proberen te doen. Even verder luisteren. Ja, voor de rest is het veel dezelfde sounds. Ik ga nu even verder met iets anders. Wat je net hoorde is dus de whammy die ik dus heel vaak gebruik om octaaf toe te voegen, om naar een noot toe te sliden eigenlijk. Dat is dit. En ja, dat is gewoon een soort van mijn handelsmerk geworden. Ik heb dat ding gekocht en ik dacht van... Ik wil dat ding, maar ik wil het niet op dezelfde manier gebruiken als een Steve Vai of weet ik wie dan ook. Want die doen dat al gewoon heel goed en ik wil het gewoon op mijn eigen manier doen. En dus ik gebruik vaak 1 of 2 octaven erbij en soms bijvoorbeeld... octaaf onder en boven en dat hoor je bijvoorbeeld... Moet je maar wat verzinnen. En die had dus die had dit geschreven. En die zei van, en dat is veel te gewoon, dus dan moet jij maar wat zien te verzinnen dat dit gewoon niet zo gewoon wordt. Want dan kunnen we iets met dat liedje. En dus dan ga ik gewoon de hele tijd proberen van wat voor sound zou ik daarvan kunnen maken. Hoe ga ik dat doen? Ga ik dat met een fuzz spelen? Maar dat, ja goed, dat doe ik misschien iets te vaak. En dus dacht van ja, waarom niet met een whammy, maar dan gewoon de hele tijd op en neer. Dus
dan is het echt zo, en dan gaat het weer terug en dan, je hebt gewoon zo'n onwennig gevoel van, wat gebeurt hier eigenlijk en wat is het? En dat vind ik wel gaaf. Op een gegeven moment komt er een middenstuk, een bridge. En dat probeer ik dan, als ik zo'n soort sound heb, dan probeer ik dat later in het nummer weer terug te laten komen. Dat het niet gewoon zo'n onzinnig ding is, wat gewoon voor één keer is, maar dat het sens maakt binnen het hele nummer. Dus op een gegeven moment was er een bridge en daar hadden we niks. En dan moest ik weer wat verzinnen en dat klinkt als volgt. Eigenlijk met dezelfde sound. Dus dan heb je gewoon weer dat hele tijd dat heen en weer van wat je eigenlijk ook in het intro hebt en in de refrein is het dezelfde partij. En het klinkt niet per se, het klinkt een beetje synthy, juist ook omdat de afstanden groter zijn. Wat ik vaak doe is dus de hele tijd losse snaren gebruiken. Dus wat ik eigenlijk speel is... Dus er zijn de hele tijd die losse snaren, waardoor je dus gewoon dat gevoel van grote afstanden hebt, wat ik wel gaaf vind. En juist door die whammy, dan wordt het ook nog steeds zo'n heen en weer ding. Dus dat is een beetje, ja, dat losse snaren ding, dat doe ik wel heel vaak. Dat is ook weer zo'n, misschien wel bij invloed door die King Crimson partijen, dat het gewoon altijd die rare sprongen die er zijn. Dat vind ik gewoon te gek, dus dat is iets wat gewoon in mijn systeem zit en dat raak ik niet kwijt.